Jan, laten we meteen even naar dat CPB-rapport gaan. De scenario's voor de economie, voor onze economie in combinatie met de coronacrisis worden geschetst. Ja. Je hebt ze net even doorgenomen. Wat zou je kunnen zeggen? Dat heb ik niet eerder gezien, dit soort scenario's. Dit hakt er behoorlijk hard in. Maar de essentie is, je ziet naarmate de crisis langer duurt, dan nemen de economische gevolgen, de dramatische effecten snel toe. Eerste scenario, misschien om dat tegenover het zwaarste scenario te zetten. Als het nou 3 maanden duurt en we dus redelijk snel de draad weer kunnen oppakken, dan zie je dat we een krimp volgens het CPB van 1,2% hebben en een oploop van de werkloosheid naar 4,5%. Die is nu, volgens mij, zitten we op 3 ongeveer. Dus dan kun je zeggen, nou dan kom je er eigenlijk nog genadig van af. Maar in de zwaarste scenario's, nou ja, dan heb je het over een krimp van tussen de 7 en 8% dit jaar. En in het zwaarste scenario ook volgend jaar nog een krimp. En een enorme oploop van de werkloosheid naar 8 of 9%. Nou, het CPB zegt erbij, dit is geen raming, dit zijn scenario's. Maar het is denk ik een goede indicatie van wat ons boven het hoofd kan hangen. Het punt is, het is allemaal zo verrekte onvoorspelbaar op het moment. We weten niet hoe lang het gaat duren. Wat we ook weten, dat is belangrijk, is dat het kabinet diepe zakken heeft. Dat hebben ze gezegd, om bijvoorbeeld salarissen door te betalen voorlopig. Om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Hoeveel geld is dat? Ik begrijp, als je de staatsschuld echt zou laten oplopen, dan kun je wel in de richting van een bedrag van 90 miljard komen. Maar ook daarvoor geldt, naarmate het langer gaat duren, dan wordt het voor het kabinet op een gegeven moment wel moeilijker om dat geld te blijven uittrekken. Dus ik schrik hiervan, van deze cijfers. En ik ben ook heel benieuwd hoe het kabinet hierop gaat reageren. Nou, we gaan er zo meteen over verder praten, want we willen er natuurlijk nog veel meer over weten. Maar eerst gaan we even naar Nicky. Misschien mag ik je ook onderbreken, want we willen hier eigenlijk meteen al eventjes wat verder op. Want wij hebben op dit moment al verbinding met de Europarlementariër Esther de Lange. Mevrouw de Lange, u heeft meegeluisterd. Wat zegt u als u dit hoort, deze scenario's van het CPB? Ja, net zoals Jan Domen zegt, dat zijn ongekende cijfers. En hij laat ook heel goed zien dat wij dus nu alle hands aan dek moeten hebben. Nationaal en ook Europees. Nationaal zitten we dan in de gelukkige omstandigheid dat Nederland een land is dat in goede tijden buffers aanlegt voor slechtere tijden. Dus die diepe zakken hebben wij wel, andere Europese landen veel minder. We zijn nu bezig met name met zorgen voor liquiditeit. Zorgen dat het midden- en kleinbedrijf de tijd kan overbruggen. Maar als dit langer duurt, zijn er ook andere middelen nodig. Ik kan me voorstellen, Europa, daar horen we vaker over, is er vooral voor de Zuid-Europese landen. Is er nog wel iets over als wij straks ook iets willen uit Europa? Ja, wij gaan op allerlei fronten maatregelen moeten treffen. Bijvoorbeeld ook het mogelijk maken dat landen überhaupt staatssteun geven aan allerlei bedrijven. Ik ga zo meteen naar het Europees Parlement om een aantal regels voor de luchtvaart buiten werking te zetten. Zodat getroffen luchtvaartmaatschappijen zoals de KLM ook niet onevenredig of in elk geval niet nog harder getroffen worden. Doordat de regels eigenlijk nu onzinnig zijn. Dus op die manier staatssteun. Regels buiten werking zetten als ze in deze rare tijden niet helpen. En ook het zorgen voor financiële middelen, ook voor ons midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld via de Europese Investeringsbank. Dat is wat we Europees kunnen doen. Rutte die steekt dus vandaag met de andere regeringsleiders de koppen bij elkaar, op afstand natuurlijk. Waar vindt u dat hij op in moet zetten? Nou, hij moet met name inzetten, denk ik, op die eerste fase. Dus dat midden- en kleinbedrijf, die liquiditeit. Er komt niks meer binnen in de kassa, maar de verplichtingen die lopen wel door. Dat kan nationaal, maar daar kan je ook de Europese Investeringsbank voor inzetten. Er gaat ook een hele hete discussie plaatsvinden over de langere termijn. Moet je dan zwaardere instrumenten inzetten, zoals het Europese noodfonds? Sommige mensen spreken over eurobonds. Nou, ik denk dat we nu de pijlen moeten richten daar waar echt de pijn zit. Het MKB, de bedrijven. In een latere fase ga je misschien landen hebben die in de problemen komen. En dan zijn er andere instrumenten nodig. Maar dat is nu de discussie niet. Dank u wel voor de toelichting. Esther de Lange is dat Europarlementariër voor het CDA. Ja, Jan, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ben jij het eens met wat Esther zegt? Dat is waarop ingezet moet worden in eerste instantie het MKB? Ja, je moet de lijn van het kabinet nu, ik denk op zich dat die verstandig is. Je probeert te voorkomen dat bedrijven omvallen. Je, en dat gaat van, nou ja,
Dat gaat van groot tot klein. Nou, het MKB is wel een deel, ja, de ruggengraat van bedrijfsleven, wordt wel gezegd. Het gaat om tienduizenden kleine bedrijven. We zagen eerder in de uitzending het voorbeeld. Het gaat echt tot in de haarvaten van de samenleving. Die rijschoolhouder die zegt, nou, dit hou ik niet al te lang vol. De uitdaging zit er nu vooral in dat wanneer het langer gaat duren, dan komen we echt in onontgonnen terrein, in onbekend terrein terecht. En het wordt een hele kluif om daar goede antwoorden op te geven. Ja, de Europese Centrale Bank is al gekomen met een steunprogramma van 1000 miljard. Waar komt al dat geld eigenlijk vandaan? Ja, de Europese Centrale Bank kan geld creëren. En belangrijk is wat je ziet, dat gebaar, hè, of dat die uitspraak van Lagarde, die steunpakketten, waren vooral bedoeld om te voorkomen dat, je zag de rentes voor in zuidelijke eurolanden zag je oplopen. Italië moest meer betalen om geld te lenen. Nou, eigenlijk met die maatregelen die genomen zijn, vlak je dat in ieder geval af en geef je een duidelijk signaal van, we laten die landen niet in de steek. Nou, wat ook al werd aangestipt, hè, dit leidt tot allerlei discussies, bijvoorbeeld over die eurobonds. Moet je nou gezamenlijk, hè? Eigenlijk, ja, hoe moet je dat nou eenvoudig uitleggen? Moeten de eurolanden gezamenlijk geld kunnen lenen, waardoor ze minder rente hoeven te betalen? Nou, Nederland, begrijp ik, verzet zich daar nog tegen. Ik denk bij dit soort cijfers wordt de druk wel heel erg groot om toch meer gezamenlijk actie te ondernemen. Dus daar zullen we misschien toch aan moeten? Ja, ik denk dat alles fluïde is onder deze omstandigheden.